Welkom terug op mijn Survival Island, jongens. Vandaag is een hele bijzondere dag en een hele spannende dag. We zitten hier in de regen, als je afvraagt, Max. Je kan helemaal niet tegen regen. De regen is giftig. Ik heb vlak voordat ik wegging een water breathing potion genomen, want vandaag is de dag dat wij een van de moeilijkste opgaves gaan doen. En dat is dat wij de dungeon gaan bezoeken, waar ik een paar afleveringen geleden naartoe ben gegaan en echt gewoon door angst weg ben gelopen. En dat is de Bedrock Dungeon hier. Er is hier een Bedrock grot onder water. En het was echt ongelooflijk wat voor moeilijke dingen zitten. Wat voor monsters daar rondliepen. Dus ik heb me goed voorbereid. Het regent een beetje, maar dat is helemaal geen probleem op het moment. We kunnen nog 2 minuten er tegen. Ik heb meegenomen allemaal potions. Mijn golden apples. Ik had zelfs een god apple. Ik heb mijn totem of undying meegenomen. Ik heb een blaze rod bij me. Dat is niet heel slim. Zie ik nu. Die wil ik eigenlijk wel even in de kistje doen. Als ik mijn blaze rod kwijt ben, zou een beetje zonde zijn. Weet je wat ik doe? Ik heb een idee. Hier heb ik deze meegenomen. Shulkerbox. Shulkerbox plaats ik hier zo. Dat doen we deze in. Dan nemen we de water breathing potion nemen we mee. Wie weet hebben we hem nodig. En voor de rest heb ik niet heel veel nodig. Goed, het is tijd om naar beneden te gaan. In deze enge bedrock grot. Als je vraagt waarom bedrock, er zit daar boven letterlijk allemaal bedrock dingen. Dit is voor mij gewoon de bedrock grot. Ik kan de sprong naar beneden doen, alleen dat was heel gevaarlijk, dus dat ga ik niet doen. We gaan wel gewoon op deze manier naar beneden lopen. Oh, dit gaat echt spannend worden. Dit gaat echt heel spannend worden. Ik ga mijn schild ga ik omdoen. Ik heb ook een pijlenboog meegenomen. En die pijlenboog is echt goed, jongens. Ik heb allemaal pijlenbogen die ik heb verzameld, heb ik samen gemengd. We gaan het zien. We gaan het zien. Wat loopt hier rond? Oh, ik had licht mee moeten nemen. Dat is het enige waar ik niet over na heb gedacht. Oké, kom. Kijk. Het zijn wither skeletons. Met, oh mijn god. Kom. Ik ga je pakken. Je gaat dood, jongen. Hoe overleef jij dit? Oké, die is dood. Ik moet de spawners moet ik zien te slopen. Als ik de spawners kan slopen, komt het goed. Wat is dit? Dungeon guard? Oh mijn god. Oh, geweg. Kom, ik... Dat dus. Oh mijn god. Nee. Oké, jongens, ik heb een tukkie kunnen doen waardoor de regen ophoudt nu. Want we kunnen nu wel weer... Althans, we kunnen nu niet meer tegenregen. En gelukkig heb ik ook gewoon... Ik weet niet waarom ik trouwens met de boot ging. Ik heb er letterlijk gewoon een pad naartoe gebouwd. Een paar afleveringen geleden. Oh god, ik hoop niet dat ik mijn spullen kwijt ben. Nu liggen al mijn spullen daar beneden. Nee. Ik zei het al, dit wordt dus veel te moeilijk. Waarom doe ik dit? Oké, ik ga gewoon naar beneden springen. In de hoop dat het goed komt. Oh mijn god. Oké, ja, mijn spullen. Ja. Kom. Armor aan. Ik moet hem hoog bouwen. Ik moet blok hebben. Oh god. Nee. Golden apple nemen. Oké. Dit moet goed komen. Het ding is, mijn pickaxe ligt ergens beneden. Oh god, ben ik hier veilig? Nee, ik ben hier niet veilig. Kom maar. Kom aan. Ik ben weer dood. Ongelooflijk. Dit is misschien wel het stomste idee dat ik ooit heb gehad, dit. Even wat hout hakken. Ik heb een idee. Ja, ik heb een heel goed idee. Misschien wederom wel gevaarlijk wat ik ga doen, maar dit is wel een goed idee. Springen gewoon naar beneden hier. Landen erin. Prima. Dat pad waar zij mee omhoog komen. Waar is die? Hier. Nee, hier is dat. Hier komen zij omhoog. En nu kunnen ze niet meer omhoog. Ik heb mezelf heel even veilig ingebouwd. Mijn spullen liggen wel echt overal verspreid. Dat is niet heel handig. Ik heb golden apples. Ik moet mijn spullen terug hebben. Potion of regeneration. Oké, die kan ik nemen. Ik ga doen. En we nemen een golden apple. Oké, let's go. Spullen. Oh god. Spullen. Oh mijn god. Oh mijn god. Rennen. En deze weer. En dichtbouwen. Oh, heb ik het overleefd? Heb ik mijn spullen? Heb ik alles? Volgens mij heb ik alles. Oh mijn god, ik heb denk ik alles. Ja! Oké. Het gaat nog goed komen. Mijn chestplate heb ik niet. Oh, dat is wel echt een van de belangrijkste dingen. Oké, even kijken. Als ik die pijlenboog nou kan pakken... Ja, val elkaar maar aan. Vermoord elkaar maar, lekker. Waar is mijn chestplate? Is die helemaal beneden? Oh mijn god, die ligt daar. Oké, ik moet die spawners uitzien te schakelen. Als dat lukt, dan ben ik veilig. Ze vermoorden elkaar. Ja, ga elkaar maar lekker vermoorden. Sukkels. Mijn chestplate is denk ik helaas verloren. Oh, en wat ligt er nog meer? Mijn vishengel ligt er ook. Oeh, jongens. Auw, water. Ik weet dat water ook pijn doet, maar het is beter dan niks. Oké, mijn eten trouwens ook. Mijn visjes. Ik had allemaal visjes gekookt. Hoe ga ik dit ooit winnen? Waar zijn die spawners? Kom maar hier, jongens. Hier kunnen jullie mij toch niet pakken. Hier kan ik jullie uitschakelen. Oh, jullie kunnen me wel pakken vanaf hier. Zo, kom maar. Zo, hoppakee. Oh, ik val aan het water. Het feit dat mijn... Oh, mijn eten en zo. Dat gaat allemaal despawnen. Hé, een goede helm. Oh mijn god, een goede helm. Kijk dit nou. Protection. Secret protection. Oké, waar zijn die spawners? Oh god.
Oké, als ik die trappen ook uit kan schakelen, is deze... Ik ben dood. Ik ben... Hoe gebeurde dat? Ik ben nu mijn spullen 100% kwijt. En ze hebben ook nog ruzie. Oké, ik pak even wat random armor hier. Een diamond zwaard. Hier zit nog vis in. Blokken nemen we mee. Poging 3. Dit wordt hem vast. Ik denk het niet. Kijk, ik weet dat ik hier veilig ben op dit gedeelte. Maar dat mijn spullen nu echt letterlijk verloren zijn daar. Ik heb een idee. Jij gaat naar beneden hier. Dan bouwen we dit dicht, zo. Hey. Nee! Hoe kan het zo sterk zijn? Het zijn echt die pijlenboog, guys. Die echt irritant zijn. Hier, kijk dan die damage die ze doen. Ik ben weer dood. Ongelooflijk. Het is tijd om de diamond armor aan te trekken, jongens. En de alien helm zetten we ook op. Protection en thorns zit erop. Dan zien we alleen letterlijk niks. Dus moet ik met F1 gaan strijden. Ik neem mijn toortjes mee. Het is zover. Ik heb mijn alien outfit aangetrokken. Dit wordt hem. Ik geloof erin. Oké, ik moet even goed rekening houden met alles. Het feit dat ik vooral nu niks zie door die helm op mijn kop. Laten we beginnen door gewoon toortjes te plaatsen hier. Dat er misschien minder kans is dat die beesten spawnen. Oké, komt ie. Ik heb een idee. Mezelf inbouwen. Ik heb mijn spullen hier. Oké. Ik heb een aantal spulletjes kunnen verzamelen. Dit hier ga ik even dichtbouwen hier. Zo, die komen later terug. Deze gang is van mij. Dit hier allemaal dichtbouwen zoals dit. Zo. Hey. Oké. Dit is prima gedaan. Ik denk dat ik al mijn spulletjes die beneden liggen wel kwijt ben. Dit hakken we hier ook, zo. Netjes omhoog bouwen, zo. Au, dichtbouwen. Oké. Healen, alsjeblieft. Oké, dit komt goed. Kijk, hij staat nu hierachter. Ik ga die helm afdoen. Ik zie dat ik niks met die helm op. Ik weet dat hij me beschermt, dat hij protection 5 heeft. Oh mijn god, maar dit is echt niet te doen. Oké, ze zitten hier achter mijn spullen. Liggen die er nog? Liggen mijn spullen er nog? Ik denk dat die zeggen die spant inmiddels, hè. Kom op, ik ga hem pakken, zo. Pakken. Oh, pas op, alsjeblieft op. Je vermoordt elkaar maar. Lekker. Heb maar ruzie met elkaar. Oké. Dat ging weer bijna fout. Ja, heb ruzie met elkaar. Goed zo. Ik bouw het dicht. Ja, oké. Dat betekent dat we nu rondjes kunnen lopen. Hier, dan gaan we het hier belichten. Dus in ieder geval, hier zijn we veilig. Oh mijn god, dat vind ik echt al heel... Oh mijn god, ik ga bijna dood weer. Oh nee. Oh. Dit vind ik al heel wat. Dat ik nu gewoon hier rond kan lopen. Het kan belichten zo. Oh. Het moet het maar beter waard zijn, hoor, dit allemaal. Hier ook. Oh mijn god, we kunnen hier de Wither spawnen. Oh my days. Oh mijn god, dit is een hele tempel voor de Wither. Oké, ja, dat kan ik doen. Maar dan moet ik eerst alles uitschakelen hier. Dat deze hele dungeon veilig is. Oh, hallo, hier is het nog niet veilig. Kijk, wat staat hierachter dan? Wat was dit gedeelte? Oh, ook niet veilig. Weet je, hier stikken jullie maar even in die ruimte. Die komen later terug. Eerst dit gedeelte hier maar even oplossen. Mijn spullen ben ik denk ik kwijt. Ik vraag me alleen af wat de spawner is. Wat spant die beesten? Ga dood, Flimmers. Ja, jij moet dood. Oh, hier zitten ze. Ze zitten hierachter. Oké, dat is 1. Ah, in dat geval. Jij gaat er ook aan. Hoppakee, dat is 2. Die is ook weg. Hoe ga ik dit doen? Spullen ben ik kwijt. Daar ben ik helemaal 100% zeker van. Die spullen ben ik compleet kwijt. Die zijn gedespawned. Die liggen er niet meer. Dat is maar zo. Deze trap wil ik ook even veilig hebben. Dat ik gewoon veilig heen en weer kan. Ga dood, Flimmers, alsjeblieft. Zo. Ik wil gewoon deze trap veilig op en af kunnen lopen zonder dat ik dood word geschoten of weet ik voor wat allemaal. Oké, dit ziet er goed uit, dit. Jongens, deze aflevering ga ik deze tempel leeg hebben. Het moet lukken. Dat moet serieus lukken. Dat is niet onmogelijk. Zeker niet met hoe ver we nu al zijn. Ik ga het wel echt veilig voor mezelf maken. Ik was hier totaal niet op voorbereid hoe dit is gegaan. Ik was hier echt niet op voorbereid. Oké, zo dan dit muurtje hier. Vervangen ook even dat het hout weg is. Ik denk dat ik... Oh, ik doe trouwens dan maar het hout terug. Ik denk dat ik ze gewoon 1 voor 1 moet gaan vermoorden op een bepaalde manier. Wat nou als ik dit gedeelte hier... Nou, mijn schild is ook weg. Kijk, ze zitten daar. Vreselijk. Ik vind het vooral gewoon stom dat mijn alien zwaardje weg is. Volgens mij heb ik alle spawners heb ik wel gehad. Dus ze kunnen, als ik ze heb uitschakeld, kunnen ze niet meer spawnen. Dat is al heel wat, weet je? Oh. Ging bijna weer. Ah, oké, ik snap hem. Bericht ontvangen. Is er wat te looten hier misschien, waar die Wither is? Als ik die ruimte gewoon eens inloop. Is hier wat te doen? Is hier een kist met loot? Die kan je de Wither spannen. Ik weet dat dat de missie is. Hier is verder niks te doen. Er zijn geen kisten, geen loot, iets. Oh, jawel, hieronder zit nog wat. Ja, hieronder... Wat is dat? Wat is dat voor beest? Hè? Dat is een spawner. Wat spant er dan? Zo'n Wither Skeleton, denk ik. Oh mijn god, hieronder zit dus wel iets met ruimte. Ik ga dat ding slopen. Dit ding moet weg. Ik wil jou niet. Ik wil niet dat jij spant. Laat me met rust. Oh, oké. Maar geen loot, geen kist. En kijk, hier zit weer water.
Als ik op een bepaalde manier die bow uit kan schakelen. Die gasten met pijl en bogen en zo. Dan hebben we hem. Oké, weet je, we gaan even omhoog en we komen hier straks terug. Ik ga weer even nieuwe spulletjes pakken. Oh, ik val in het water. We komen hier zo meteen terug. Ik ben letterlijk al mijn goede loot ben ik kwijt. Een creeper. Nee, dat meen je. Hoe dan? Hoe dan? Oh mijn god. Een creeper op de trap. Een creeper op de trap. Hoe bedenk je het? Oh mijn god. Nog een creeper op de trap. Wie verzint het? Ja, zombie vind ik niet zo erg. Ga jij maar gewoon. Verdrink jij maar in het water hier. Jij kan toch niet zwemmen. Deze nemen we mee. Neem mijn bootje mee. Ik wil weg hier. Ik ga een tukje doen in mijn huis. Even mijn veilige bedje in hoor. Oké, een crossbow heb ik hier. Al mijn pijlen ben ik wel kwijt. Ik heb diamond armor aan, dat is goed. Ik ga het alien helm gaan we even toch wegdoen. Die wil ik niet kwijtraken. Oké, we hebben hier een betere boog. Een breaking 3, mending en flame. Die nemen we mee. Alleen hebben we dus letterlijk geen pijlen. Ik heb een paar ideeën wat ik kan doen, jongens. Ik ga een paar ideeën proberen uit te voeren. Ik heb gunpowder. En dan moeten we even zand verzamelen hierboven zometeen. Even buckets. Dan gaan we ze proberen met lava te verbranden. Ik weet niet of we de skeletons tegen lava kunnen, maar we gaan achterkomen. Oké, dan hebben we wel even wat lava nodig, maar dat kunnen we gewoon regelen. Oh ja, en zand. Ik moet even wat zand hakken. Heb ik geen schep? Ik heb geen schep bij me. Een schep, zo, hoppakee. Flint en steel moet ook mee trouwens. Zo, dan hebben wij wat zand. TNT, hoppakee. We hebben 2 TNT. En we gaan er gewoon heen en we zien wel wat er gebeurt, jongens. We zien wel even wat het brengt. Oh, een creeper. Nee. Waarom is er nou weer een creeper? Laten we die kant op lopen. Oh, wacht, eerst lava. Ik had nog lava nodig. Dan hebben we toch even mijn bootje nodig. Trouwens, er zwemt hier al heel lang nog steeds een alien. Kan ik niet van hem het alien zwaard terugkrijgen? Hallo? Meneer de alien hier buiten de border. Kunt u even naar me toe komen? Hallo? Ik wil je zwaardje graag hebben. Nou, aangezien hij buiten de border is, reageert hij laatst te stoppen. Dus misschien als we de border nog wat uitbreiden. Maar ja, daarvoor moeten we weer missies halen. Dat we hem ook nog kunnen verslaan. Dan kunnen we het alien zwaardje terugkrijgen. Oké, wij hebben hier wat lava. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee. Hebben we 5 lava buckets. Gaan we kijken of we ze kunnen verbranden. Als dat kan, misschien dat we dan nog wel een kans maken om hem leeg te gooien. En dan kunnen we daarna gewoon er doorheen, kunnen we looten. Zijn we helaas wel heel veel spullen kwijt, maar wie weet is het allemaal wel waard. Ik ben er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar op. Kom maar op, op. Ik kon hier veilig rondlopen. Dat hadden we natuurlijk al helemaal geregeld. Oh, het is wel heel druk hier beneden. Komt-ie, hè? Komt-ie. Oh, die pijlenboog is echt heel gevaarlijk. Zo, dat is 1 lava in het hoekje hier. Even kijken wat dat doet. Oh, dat is lava daar in dat hoekje. Kijken wat dat doet. Kunnen ze dit... Oh mijn god, ze kunnen er tegen. Ze kunnen er tegen. Dat meen je. Dat meen je. Dan heb ik een ander idee. Dan moeten we het op een andere manier doen. Ze kunnen tegen lava. Dat is nou weer jammer. Maar kunnen ze tegen TNT? Als ik zo doe. Even kijken. Zo hier. En die aansteek. Gaat hij naar beneden. En dan ontploft hij daar. Even kijken wat het doet. Oh mijn god, mijn hele barrière is weg daar. Nee. Alles wat ik net heb gebouwd. Nee, waarom heb ik dat gedaan? Nee. Nee. Oh mijn god, waarom heb ik dat gedaan? Dat was ook niet slim. Oké, nog eentje. Voor goed geluk. Nog eentje voor goed geluk. Misschien doet het al wat goed. Oké, die is ontploft. Mooi is dat ik ze nu wel hierheen heb gelokt. Misschien dat ik hem dan wel kan pakken. Oh, ik had een schild mee moeten nemen. Die ben ik helemaal vergeten. Oh, een schild. Nee, wat stom. Kom maar. Kan ik jullie hier doorheen pakken? Oh, misschien wel. Zonder dat jullie mij kunnen pakken. Of niet? Komen die pijlen daar doorheen? Kom dan. Kom maar. Hoppakee. Dat is 1 hit. Kom maar. Dat is 2 hits. Dat is 3 hits. Oh, ze hebben ruzie met elkaar. Ja. Ja. Vecht met elkaar. 4 hits. 5 hits. Lekker. 6 hits. Dit gaat goed. Ik denk dat ze namelijk niet meer spawnen. Ja, misschien dat er beneden nog spawners zijn. 7 hits. 8 hits. Kom op. Op deze manier kan het wel lukken. 10. 9 weet ik voor wat. Ik hit ze vaak genoeg. Ik hoef niet meer te tellen. Kom op. Ze moet even doodgaan. Oké, eentje is dood. Oké, die is dood. Prima. Kom jij maar hier. Ik wil je aandacht. Van jou daar. Ja, kom maar. Dit is een goede moordplek. Ik heb letterlijk mijn eigen barrière om mezelf veilig te houden, heb ik net opgeblazen. Dit is niet mijn slimste video die ik ooit heb gemaakt. ik heb wel eens beter kunnen doen. Oké, prima. Prima. Die zijn dood. Laten we even kijken of we weer de barrière kunnen vergroten. Oké, zo. Hoe gaat het nu? Oké, jij hebt nog een boog. Prima. Maar volgens mij zijn er nog maar 2, jongens. Oh, zijn dat mijn spullen? Oh mijn god. Dat is een kist die ik heb opgeblazen. Oh, de loot natuurlijk. Ik heb waarschijnlijk goede spullen opgeblazen die ik hier kon looten. Oh, Max. Waarom ben je nou zo... Oh, waarom ben je af en toe zo'n sukkel? Oké, zijn er nog pijl en booggasten? Want deze kan ik wel pakken. Het zijn de pijl en booggasten die moeilijk zijn. Dit is een zwaard. Dat is een pijl en boog. Oké, jou moet ik hebben. Ik heb zo ook een pijl en boog. Kom maar. Pijl en boog, meneer.
Oh nee, zeg maar niet dat de loot die ik hier kon pakken gaat despawnen doordat ik het heb opgeblazen. Ze moeten elkaar even aanvallen. Val elkaar nou even aan. Hier, kijk. Hallo, ik ben hier. Meneer met de pijlenboog. Ik ben hier. Ja, goed zo. Goed zo. Nee, niet op mij. Schiet op hun. Schiet op hun, alsjeblieft. Op hun. Ja, goed zo. Pak hem. Pak de pijlenboog voor me, alsjeblieft. Ik smeek het je. Pak de pijlenboog, guy. Dan ben je echt een held. Dan ben je echt een held. Heeft hij hem? Hij heeft hem. Ongelooflijk, hij heeft hem. Hij heeft hem. Ben ik nou veilig genoeg om nu te zeggen, ik moet die loot daar beneden pakken. Oké, dit kan ik, jongens. Dit kan ik. Dit kan ik heel goed. Zolang er geen pijlenbooggasten in de situatie zijn, kan ik dit. Nee, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Oké, healen, 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 niet doodgaan. Oh mijn god, net aan. Oké, dat was waarschijnlijk niet de pijl omhoog, kijk, maar ik werd gewoon naar beneden gegit. Kijk, ik heb er weer eentje, er is weer eentje dood. Die torens van ze is echt irritant. Oké, volgens mij zijn er nog maar twee, er zijn er nog maar twee. Wat doen jullie daar? Oh, zijn er nog maar drie? Oké, drie, prima, ook goed, ook goed. De loot hieronder is ook weg. Letterlijk, de kist die ik kon looten heb ik met de TNT opgeblazen. En nu is de loot die ik mogelijk kon hebben is weg. Verdwenen. Niet langer hier. Oké, prima. Zijn ze klaar? Heb ik ze? Mijn pickaxe is stuk, oké. Ik hoor ze nog, ik hoor er nog één. Jij, kom hier, kom hier. Kom hier alsjeblieft, kom hier alsjeblieft. Ik kom niet bij je. Ja, een hit, goed zo. Kom maar, kom alsjeblieft hier. Nog een hit, jij is dood. Nog maar eentje, jongens, nog eentje. Nog eentje. Koste wat het kost, zal ik deze pakken. Het maakt me niet uit. Ik ben alles verloren in het proces van dit. Alles. Mijn trots, mijn eer, mijn spullen. Maar hij is dood. We hebben hem. Oh mijn god. En dit was het verre en verre en verre van waard. Want mijn spullen die ik kon looten heb ik kapot gemaakt met de TNT. Dus letterlijk is er niks meer voor mij om hier te looten. Even kijken, we gaan die lava weghalen. Dat was ook een dom idee. Die TNT en lava heeft echt niks toegevoegd. Misschien een beetje licht. Een torch plaatsen we hier. We plaatsen een andere torch hier. Nog een torch hier. Wachten even tot de lava een beetje weg is. Hier een torch. Oh mijn god, wat was dit stom. Oh, het feit dat ik hem heb wel, dat ik hem helemaal heb leeggemaakt, de dungeon, dat is op zich wel cool. Maar echt wel op de meest rare, domme, gekke, nutteloze manier. Maar ik wist dat die moeilijk zou zijn, alleen ik was gewoon zo... ik werd zo gepakt op het begin, waardoor dat, als ik het begin net slimmer had gedaan, had ik het gewoon letterlijk zoals dit kunnen doen, maar dan met mijn spullen. Maar het begin heeft het gewoon verpest voor me, hoe ik het toen aanpakte. Is hier nog meer te doen verder? Mijn pickaxe is stuk, dat is heel irritant. Alle loot is ook weg. Oh, nee. Kijk wat een monster ik ook heb gecreëerd hier. Wat heb ik hier nou nog mee te doen? De Bedrock Dungeon is helemaal leeg. Ja, ik kan de Wither verslaan, maar daar moet ik echt weer opnieuw spullen voor verzamelen. Voor de Wither. Maar ik wil hem wel in deze grot proberen te verslaan. Dat is wel cool als ik hem hier misschien... Ja, enig is als ik hem hier activeer, zal er overal water komen. En dan... nee, ik ga hem niet hier activeren. Ik ga wel een plannetje. Ik ga even een plannetje bedenken hoe ik die Wither wil verslaan, jongens. Laat zeker even in de reacties weten als jullie een goed idee hebben hoe wij die Wither kunnen verslaan. Want de Wither verslaan, zoals je hier ziet, is wel een van de uitdagingen die ik moet halen. Dus laat alsjeblieft even goede reacties achter met hoe ik dat moet gaan doen. Laten we voor nu even naar boven gaan hier. Letterlijk, we hebben gewonnen, maar toch voel ik me een loser. We hebben gewonnen, maar toch ben ik de loser van deze aflevering. Oh, oké, we zijn weer boven. Laten we dan ook de route... Nou, we nemen de boot mee. Oh, wat een afgang dit. Oh, wat erg. Echt heel erg dit. Doen we weer even een tukje. Dan wil ik toch nog een soort van positief einde hier aan houden, jongens. Maak wel even een pickaxe voor mezelf. En dat positieve einde is dat ik nog heel even hier op mijn bootje... Jij gaat echt weg. Als jij hier opblaast, word ik echt heel boos. Stap nog heel even op mijn bootje. En dat is dat ik even de luchtballon wil bezoeken. Want dat heb ik nog niet eerder gedaan. Er kan vast niks gevaarlijk zijn aan een stomme luchtballon. Althans, hij kan neerstorten. Maar ja, dat zou Minecraft niet zo snel gebeuren. In het echt hoop ik ook niet. Maar laten we op zijn minst nog even deze luchtballon hier proberen te looten. Misschien krijgen we nogal enigszins iets uit wat me even troost of zo, weet je. Een nieuw zwaard, wat eten. Verzin het. Oké, we zijn er. Even kijken hoor. Even koekeloeren. Wat gaan we hier vinden? We hebben nog steen hier. We hebben een heel raar bruggetje gaan we maken hiervan. Oké. Wat is hier te looten? Oh god, er is wel gevaar. Wat zijn dat? Voor spawners? Oh god, nee. Nee. Nog meer spawners. Ik ga ze gelijk slopen. Ik ga ze gelijk slopen. Oké, prima. Torches. Torches plaatsen. Ze kunnen me niks. Het zijn maar zombies. Het zijn maar zombies. Zombies kunnen hier niks. Trouwens, we slopen deze gewoon. Ze kunnen me wel wat. Ze kunnen me wel wat. Oh mijn god. Oh mijn god. Zilvervis, ga weg! Laat me met rust! Deze ook slopen. Deze ook slopen. Wat is hier in de luchtballon voor mij? Ik ben hier niet voor niks heen gekomen. Er is hier goede loot. Toch? Op de luchtballon misschien? Zeg niet dat dit gewoon leeg is, maar gewoon met zombiespawners. Er moet iets hier zijn voor mij. Iets. Op de luchtballon misschien een kist? Nee? Niks? Uitzicht is wel leuk van de vier.
Maar daar komen we niet voor, daar komen we niet voor. Naar beneden. Er moet hier iets, een kist zijn, op zijn minst. Een kist. Gun me een beetje loot. Jullie gaan dood. Hier, spring maar naar beneden. Tot ziens. Hieronder misschien, hier. Hallo, loot. Kist. Niks. Helemaal niks. Is deze helemaal leeg? Waarom is die luchtballon hier dan? Wat voegt die toe? Als ik er niet eens een loot uit kan krijgen. Nee, dit kan ik. Dit geloof ik niet. Dit geloof ik niet. Nu is de map me gewoon in de maling aan het nemen. Nu is de map mij gewoon in de maling aan het nemen. Dat kan niet anders. Er is echt niks hier. Er is echt niks. Er is helemaal geen loot. Er is helemaal geen loot. Hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Weet je, dan maken we er maar een leuke attractie van. Ik heb hier een splash potion of slow falling. Die stoppen wij hier of ploppen op de grond. Dan kunnen we even zo op deze manier terug naar mijn basis. Dan vliegen we nog even een soort van... Oh, ik ga het niet redden. Ik ga het niet redden. Ik moet hierheen. Oh, oh mijn god, ik dacht dat ik het wel ging redden. Nee! Wat een aflevering! Alles gaat zo fout. Ik dacht dat ik die sprong wel makkelijk kon halen, maar blijkbaar niet. Dan varen we maar als een verslagen man terug naar huis. Goed jongens, we hebben de Bedrock Dungeon soort van wel verslagen. Ondanks dat ik ook verslagen ben. We hebben hem uit kunnen schakelen, dat was heel goed. We hoeven nu alleen nog maar de Wither te spannen, maar dat kunnen we misschien volgende aflevering wel doen. En daarna kunnen we kijken of we naar de end toe kunnen. We zijn er totaal niet klaar voor. Ik heb wel genoeg diamonds en zo, maar we moeten ook even dingen gaan enchanten. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ben je dat? Ben je geliked? En ben je geliked? Heb jij geliked? En heb je Heb jij geliked? En ben jij geabonneerd? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Hier ging ik plop, heel hoog de lucht in. Zeker even waard om te kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer.